Dag Meloten, welkom bij een nieuwe Hints en Theorieën video over de vierde aflevering van De Mol. Ja, nog 6 potentiële mollen over. Laten we snel de Hints en Theorieën erbij pakken om te kijken wie er wat deed om zo achter de identiteit van De Mol te komen. Zo hebben we het in deze video namelijk over de voice-over en hoe die veranderd wordt door De Mol. Kunnen we door deze actie van De Mol ook De Mol daadwerkelijk achterhalen? En heeft De Mol op zichzelf gestemd bij de test? Want we zien namelijk een van de kandidaten een stem op zichzelf uitbrengen en zelf opbiechten iets verdachts gedaan te hebben. En tot slot zien we in de laatste opdracht dat De Mol linkshandig is. Ja, wie van de kandidaten zou dit eens kunnen zijn? Op zoek naar De Mol in de vierde aflevering. Laten we snel gaan beginnen. Dubbel zo moeilijk. Want niet alleen De Mol speelt dit keer dubbel spel. Ja, we kunnen dus met zekerheid spreken dat Coco in ieder geval niet De Mol is. Zij is de vierde afvaller van dit seizoen. Ze viel best wel door de mand bij de laatste opdracht waarbij ze toch best wel stil was. Dat is niet zo heel vaak gebeurd dit seizoen, want vaak is ze wel op de voorgrond. Ja, ze bleek dus de minste vragen goed te hebben. Ook al was het ex aequo wat Gilles nog aangaf. Dan is ze er net iets langer over gedaan dan een van haar medekandidaten. Nou, we gaan natuurlijk de Hintse theorieën weer met je doorspreken. Laten we eerst even kijken naar de quote van deze aflevering. Want die kwam namelijk ook van Coco af. Ik ben blij dat het niet gelukt is. Ja, dit slaat natuurlijk op het plannetje van De Mol. En stel Charlotte blijkt nu toch De Mol te zijn, dan slaan tot dusver dus nog alle quotes op ja, De Mol, op Charlotte dus. Ja, alleen met deze quote kunnen we dat dus niet voor de volle 100% zeggen, want we weten nog niet zeker of Charlotte wel De Mol is. En dan was er nog iets opvallends aan de hand met Charlotte. Want in het begin van de aflevering zien we dat De Mol de voice-over aan het veranderen is. Daarbij heeft De Mol het over het feit dat de kandidaten op zoek moeten gaan naar De Mol. Ja, en precies wanneer het daarover gaat, zien we Charlotte in beeld. Die allemaal op zoek zijn naar De Mol. Zou een leuke verborgen aanwijzing naar De Mol kunnen zijn. Gaan we door naar de eerste opdracht, het Mario Karten. Wat een ongelooflijk toffe opdracht. Here we go! Ja, de inzet is €4.000 bij deze opdracht. Dan moeten ze wel kampioen Massimiliano verslaan. En de kandidaten worden ingedeeld in 2 teams. En natuurlijk is dan de vraag, waar wil De Mol het liefste ingedeeld zijn? Is dat bij loodgieters Stephanie, Lynn en Michael? Of zit De Mol bij de Carters, Senne, Bernard, Charlotte en Coco? Ja, die vraag stelde ik ook even aan jullie op Instagram. En jullie antwoorden dat De Mol het beste bij de loodgieters kan zitten. Daar worden namelijk de boosters en de bananen verzameld. En heb je aan het einde ook nog een soort van zeggenschap over wat er bij de karters gebeurt. Want jij gaat bepalen of de boosters wel of niet ingezet gaan worden. Daarnaast heb je als karter alleen zeggenschap over jouw eigen €1000 die wel of niet verdiend gaan worden. Dus wellicht inderdaad zat De Mol wel bij de loodgieters. Laten we even kijken wat daar misging. Lynn gaat als eerste het parcours in en verzamelt 5 bananen. En ondertussen zijn Michael en Stephanie de vraag aan het beantwoorden en moeten ze dus die buizen in elkaar zetten. Alleen ze maken er echt een zooitje van, want ze laten te veel openingen open waar water weer uit kan stromen. Michael weet dus wel het juiste antwoord, maar uiteindelijk wordt de booster niet verzameld. Dan is Michael zelf aan de beurt en tijdens het parcours verzamelt hij 4 bananen. Stephanie en Lynn doen de samenwerking wat beter en ze hebben ook nog eens het juiste antwoord uitgekozen. En zo wordt de eerste booster verdiend. En dat is eigenlijk een pakketje wat bestaat uit 4 boosters die ze dan straks tijdens de race kunnen inzetten. Ja, en vervolgens gaat Stephanie dan nog het parcours door. Zij verzamelt ook 4 bananen. Michael en Lynn moeten antwoord geven en het juiste antwoord weten ze wel, maar ook hier gaat het weer fout met de buizen. In totaal worden er dus 13 bananen verzameld en houden ze 4 boosters over voor de karters. Nou, bij de karters gaat het ook niet al te best. Ze krijgen 10 seconden tijdwinst op de kampioen, maar Charlotte wordt al best wel vrij snel ingehaald. En daar gaat de eerste €1000 dus al verloren. Ja, dan Coco. We weten inmiddels dat zij De Mol niet is, maar ze gooide een banaan mist en ze wordt wel 2 keer geboost. Alleen bij de 2e keer dat ze een boost krijgt, wordt dat gedaan in de bocht. En dat lijkt me absoluut de minst logische plek om dat te doen. Zo'n boost wil je natuurlijk gebruiken op rechte stukken, dus hier kunnen we ook even kijken naar de kandidaten die boost kunnen geven. Lynn, Michael en Stephanie zijn daarom hier ook best wel verdacht. Nou, ze vliegt dus uit de bocht en zo wordt ook deze €1000 niet verdiend. Ja, dan kijk
kijken we even naar Senne. Ook daar gaat weer een heleboel fout. Hij weet maar één van de vier bananen juist te gooien. De andere drie gaan dus ernaast. En door slechte communicatie denkt hij 15 rondes gereden te hebben, terwijl het er maar 14 zijn. Laten we even kijken wat daar precies misging. En die wil toch in die laatste ronde zitten nu? Ik denk nu 14, maar ik ben niet zeker. Zit hij in uw laatste ronde, Senne? Ik land is omhoog. Is dat 14? Ja, bakker! Ja, ik denk dat het vooral komt doordat Michael op een gegeven moment oppert of hij wel met zijn laatste ronde bezig is. Daar ontstaat verwarring en ik vraag me af of we Senne dit kwalijk kunnen nemen. Denk jij dat je de rondes bijhoudt als je zelf in die kart zit of dat je dat overlaat aan de mensen die naar jou aan het kijken zijn? Laat even weten hoe jij erover denkt in de comments onder deze video, daar ben ik wel benieuwd naar. Enfin, in ieder geval, er wordt dus niks verdiend, want hij wordt alsnog dus ingehaald door de kampioen. De enige kandidaat die geld verdient bij deze opdracht, dat is Bernard. Hij gooit 1 banaan raak en 2 bananen mis en hij wordt ook nog 2 keer geboost door de kandidaten. Het levert in ieder geval genoeg voorsprong op om als eerste over de finish te komen en daarmee dus 1000 euro te verdienen. En dat is ook gelijk het eindbedrag. Door naar de tweede opdracht, het pizzabakken, waarin er weer 3 groepen zijn waar kandidaten ingedeeld kunnen worden. Ja, het is toch best wel gek dat Charlotte vergeet om haar verdubbelaars mee te nemen naar deze opdracht. Zo kunnen ze ook niet ingezet worden. Klein foutje, kan gebeuren, maar is misschien ook wel gewoon een goede molactie. En bij deze opdracht is het ook weer de vraag, waar wil de mol zitten? Nou, laten we even kijken hoe de rolverdeling ging. Nou, Coco geeft aan dat ze geen koerier wil zijn en Bernard geeft aan dat hij geen fijnproever wil zijn. Senne, die vindt eigenlijk alles goed, maar wil iets over deeg leren en komt dus bij de deegmakers. Vervolgens wil Coco wel gaan proeven en geven Stephanie en Charlotte aan dat ze wel willen lopen. Bernard voegt zich toe bij Stephanie en Charlotte en Michael wil vervolgens wel gaan proeven, waarbij eigenlijk Lin zich automatisch dan bij Senne voegt. Waar wil de mol zitten? Dat is natuurlijk de vraag en dat heb ik ook even weer wederom aan jullie voorgelegd. 54% van mijn kijkers die geeft aan dat je het beste koerier kunt zijn tijdens de opdracht. Hier heb je namelijk niet alleen zeggenschap over of jij de finale ronde gaat halen, maar natuurlijk ook of die andere twee de finale ronde halen. Aangezien deze groep dus uit 3 kandidaten bestond, heb je dus 3 pogingen om het te verpesten voor de kandidaten. Dus in dat opzicht snap ik het wel, alleen was dit denk ik een van de moeilijkste opdrachten om te laten slagen. Dus misschien was dit ook wel niet gelukt met 3 andere kandidaten. En had de mol hier dus helemaal niet aanwezig hoeven zijn. Nou, wat voor de rest opvalt is dat 9 van de 10 pizza's goed gegooid worden door Senne. Daarna wordt de rolverdeling omgedraaid en dan moeten ze er nog een aantal om tot 15 te geraken. Het lukt uiteindelijk wel. Zowel Senne als Lin komen in de finale ronde terecht. Bij de fijnproevers gaat het wat minder goed, want maar 2 ingrediënten worden juist geraden. Dat waren paprika en anchovies. Dit zorgt ervoor dat er maar 1 kandidaat door mag en dat wordt uiteindelijk Michael. En we hadden het er net al even over die koeriers. Nou, we zien dat Bernard heel veel dozen mist. Charlotte heeft er ook wel een groot gedeelte laten vallen, maar Stephanie geen enkele. En omdat zij dit zo goed doet, mag zij door naar de finale ronde en staan daar dus 4 kandidaten. Ja, eenmaal in de finale ronde krijgen de kandidaten een pizzaschep en daarmee moeten ze naar de tafel waar Gilles zit. Maar er mag 1 ingrediënt absoluut niet op een pizza zitten en dat is ananas. Ben ik het wel mee eens overigens. Ja, en 3 kandidaten gaan de mist in. Stephanie en Senne kunnen niet voorkomen dat er ananas op hun pizza terechtkomt. En Lin laat zelfs haar pizza van de schep afvallen. Zo komt alleen Michael bij het eindpunt aan en levert hij 500 euro op bij deze opdracht. Ja, 500 euro, het is echt een flutbedrag voor de mol in België. Dus ook al is Michael de mol, dan kan hij dit makkelijk binnenhalen. Maar 1 ding kunnen we concluderen, er ging veel fout bij deze opdracht. Ja, en dan de opdracht waarbij de mol nog enigszins hoopt wat geld uit de pot te kunnen spelen. Misschien dat de mol het daarom in deze aflevering wat rustiger aan heeft gedaan. Hij of zij wist natuurlijk dat deze opdracht eraan zat te komen. Allereerst maken de kandidaten de test met 20 vragen. En bij die 20ste vraag, daar is wel iets opvallends aan de hand. Want we horen Stephanie tijdens het invullen van de test al biechten over een molactie over haarzelf. Bij het ananas gooien heeft Senne bewust een pizza daaronder gehouden. Zou kunnen, heb ik niet gezien. Ik heb ook een ananas gekregen, hè, dus ben je ook 500 euro weg. Dus, ja. En wanneer ze dit aan het vertellen is, lijkt ze haar eigen naam aan te willen geven bij het antwoord op de vraag hoe heet de mol. Ja, de enige kandidaat die de test op zichzelf zou invullen, dat zou de mol moeten zijn. Want die gaat immers toch nooit naar huis toe. Na het invullen van de test komen de kandidaten bij Gilles aan en ook daar zien we weer een stukje voice-over dat verandert. Zo, de afvaller weet het nu. Hij of zij zit in ons midden.
en heeft een deal met de mol. Ja, vervolgens is een shot van de kandidaten te zien waarbij Michael in het midden zit van de kandidaten. Deze hint hebben we ook bij Wie is de Mol wel vaker voorbij zien komen. Wellicht dat ze hem ook dit seizoen voor de Mol België gebruiken. Ja, de kandidaten zijn dus in gesprek met de Mol en proberen eigenlijk een soort dealtje met de Mol te sluiten, zodat ze in ieder geval niet naar huis te hoeven. De Mol in kwestie zit in het zwart verkleed, achter een intercom in de Hackers Room. Opvallend is dat hij of zij handschoenen draagt en steeds de intercom met de linkerhand bedient. Het is haast alsof de mol linkshandig is. Ja, op het wieisdemol.com forum heeft Molum even uitgezocht wie van de kandidaten linkshandig is en hij kwam op één kandidaat uit. Tijdens de Mario-opdracht zien we Michael met zijn linkerhand de bananen pakken. Hetzelfde gebeurt later wanneer Michael de booster wil pakken, ook weer met zijn linkerhand. En ook de manier waarop hij de taartschep bij de tweede opdracht vastpakt, verklapt eigenlijk dat hij linkshandig is. Van nog niet iedereen is uitgesloten dat hij links of rechtshandig is, dus we gaan deze hint nog even in gedachten houden en deze nog even verder uitvogelen. Maar voor nu hebben we Michael even genoteerd staan. Ja, ook hier is weer de vraag, wat zou de mol eigenlijk willen doen bij deze opdracht? Nou, in ieder geval voorkomen dat Coco naar huis toe gaat, want dan gaat de hele deal van de mol niet door. Dus opvallend dat Charlotte en Senne voor Coco willen gaan. Dat zou de mol dus niet zo snel willen doen. Nee, de mol zou misschien zichzelf wel graag verdacht willen maken. Dat is hetgene wat we Michael bij deze opdracht zien doen. Hij is bijzonder zenuwachtig. Waarom ben je zenuwachtig als je niks te verbergen hebt? Je hebt immers niet dat rode scherm gezien. Lynn wil bij deze opdracht het goud eerlijk spelen. Ze is dus niet ingegaan op het voorstel van de mol. En voor de rest zien we alleen dat Charlotte voor 4 vragen is gegaan. Ik ga voor 4. Ja, 4 antwoorden op vragen die uiteindelijk dus goed gerekend worden. Ja, dat kost de pot dus €4.000. Dat gelde dus als Charlotte de testset slechts gemaakt zou hebben. Nou, de pot is uiteindelijk bespaard gebleven en is op €11.140 nu na 4 afleveringen. Komende donderdag bespreek ik de aflevering nog even uitgebreid na. Dat doe ik weer in de podcast Molcast België. Te vinden op dit kanaal, maar ook op jouw favoriete podcastplatform. Check even de linkjes in de beschrijving van de video. Dan rest mij alleen nog even aan jullie te vertellen wie ik op dit moment verdenk. En mijn top 3 is toch wel een beetje door de war gegooid. Ik had eerst Stephanie op 1, Senne op 2 en Charlotte op 3 staan. Stephanie heeft het dan wel weer goed gedaan bij de pizzadozen, maar laat zich uiteindelijk zelf toch weer afgaan in de finale opdracht. Kan zomaar nog steeds een goede molactie zijn. Ja, Senne was natuurlijk nog steeds verdacht door dat extra rondje. Maar de aanleiding daarvoor ligt eigenlijk bij Michael. Nee, Michael is me wel opgevallen in deze aflevering. En daarom ga ik mijn top 3 in toch een klein beetje veranderen. Ik ga Stephanie nog steeds op 1 zetten. Ik zet Michael op 2 en Charlotte nu op een derde plek. Dat betekent dat Senne nu eventjes naar de 4e positie is geschoven. Overigens denk ik dat Bernard en Lynn absoluut de mol niet zijn. Dus dat maakt het rijtje van 6 kandidaten compleet. Ja, hoe zit dat bij jou? Wie is jouw mol op dit moment? Er staat een poll in de beschrijving van de video. Stem even mee. De resultaten worden dan gedeeld in de podcast. Ja, dit was dus de video voor dit moment. Bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat vooral eventjes. Dat kan even door de rode knop hieronder aan te klikken. Dan krijg je een notificatie als er een nieuwe video van mij online staat. Volgende week op dinsdagochtend weer een nieuwe video. En vergeet natuurlijk op donderdag niet de podcast te luisteren. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei!